Ik heb vandaag drie verhalen verteld. Eigenlijk over de drie grootste fouten die ik heb gemaakt in de grote deals in mijn leven die ik heb gemaakt. Ik dacht van tevoren dat is misschien wat interessanter dan gewoon alleen maar de geschiedenis. Ik denk leren van andermans fouten is makkelijk en goedkoop. Dus dat leek me een goede invulling van mijn dag. Om een voorbeeld te geven, eigenlijk de eerste deal hadden we geen idee van waardebepaling. En dat was een soort, in 5 minuten hadden we de waarde bepaald en daar hebben we verder over onderhandeld. Nou, dat is achteraf niet heel verstandig natuurlijk. Dus mijn advies, kort samengevat, zou kunnen zijn: zoek goede adviseurs. Betrek die er in een vroeg stadium bij, zodat tegen de tijd dat je ze nodig hebt, ze eigenlijk al klaarstaan en je goede relatie hebt opgebouwd.